De KRO presenteert... Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. En Joke Bruis. Sjoerd Plezier. En Moena Goeman-Borgesius. Zij nemen u mee naar de 50er jaren. Toen geluk heel gewoon was. Zo, meneer de penningmeester. Gaat het een beetje? Wat kom jij doen? Het is geen kegelen vanavond. Nee, nee, kom zus halen. Zijn ze al klaar? Nee, ze zijn ook bezig. Wat zijn ze cultureel, hè, de laatste tijd? Nou weer die meneer Van der Loos met zijn toneel. Ja, vorige week dan. Huh? Ida de Leeuw van Rees met naailes. En die week daarvoor Albert Mol om ze te leren dansen. Houd erover op. Nou, zus heb heel goed opgelet, hoor. Ja? Ze heb dagen geoefend. En nou dansen als Ida de Leeuw van Rees en naait zoals Albert Mol. Je wordt gek van die vrouwen. Ik zit op mijn vrije avond te proberen de financiële problemen van de club op te lossen. Maar de halve tijd heb ik bij ze binnen gezeten, want ze hadden zo'n goed idee om aan geld te komen. Wat dan? Ze wilden een toneelstuk op gaan voeren. Nou... Scheid toch uit, Simon. Als de kegelclub een toneelstuk op gaat voeren, dan kun je daar maar op één manier geld aan verdienen. Je laat de mensen er gratis in en je vraagt geld als ze er weer uit willen. Nou, dat weet ik niet, hoor. Jaap, die Willem van der Loos schijnt heel goed te zijn. Hij heeft met de veteranen van DHZ die spooktrein gespeeld. Daar hebben ze heel veel geld mee verdiend, hoor. Ze hebben de hele kantine kunnen verbouwen, man. Ach, kom, hij probeert die vrouwen alleen maar het toneel op te krijgen om er zelf beter van te worden. Maar ik heb er een end aan gemaakt. Ik ben opgestaan op een gegeven moment. Ik heb gezegd, laat het dan maar aan mij over. Ik ga het over het geld. Ik ben de penningmeester. Ik los de problemen wel op. Ja, hoe ga je dat doen dan? Geen idee. Maar ik weet wel dat we heel gauw geld moeten hebben, want anders hebben we geen club meer. Hoor? Ze zijn langs geweest bij Slavenburgs Bank gisteren, de pick-up meegenomen. Verleden week, de piano. De week daarvoor, het biljart. Wat moeten we doen, Simon? We gaan toch voortaan biljarten bij de Slavenburgse Bank? Jou heb ik ook lekker veel, hè? Maar, meneer de penningmeester... hoe komt het dan dat de kegelclub altijd zonder geld zit? Hoe dat komt? Omdat niemand op tijd zijn contributie betaalt. Wil je even kijken voor de aardigheid? Hier. Leo Muis, 11 maanden achter. Kees Beljaars, 7 maanden. Bart Schipper, 8. Frans Boers, 10 maanden. Frans Boers? Maar die is toch al lang dood? Dat is toch geen excuus? Hij heeft zich nooit officieel afgemeld. Hier, waarom nemen ze geen voorbeeld aan Gerry ter Horst? Gerry ter Horst? Is maar 3 maanden achter. Ja, maar Gerry is met een rijke vrouw getrouwd. Ja, nou, in ieder geval, ik ga ze allemaal sturen een brief op poten. Dan moet het toch heel gek lopen, willen ze die gaan betalen, hè? Tegen de tijd dat jij klaar bent, is iedereen weer 3 maanden achter. Jij kent zeker beter, hè? Met mijn bokshandschoenen al nog wel. Oké, bij de hand. Dan ga jij typen. Dan ga ik dicteren. Eens even kijken. Beste kegelvrienden. Deze brief komt tot jullie. Daar het zo zachtjes anders tijd wordt. Dan ga je naar onderhand beginnen. Beste kegelvrienden, deze brief komt tot jullie, daar het zo zachtjes anders tijd wordt. Waar heb jij ze goed leren typen? In dienst, Steenwijk en Wold. Oude stomp hero. Waarom zit jij dan bij de riolering? Ja, ik had geen zin om de hele dag op zo'n stoffig kantoor te zitten. Hè? Nou, beste kegelvrienden, deze brief komt tot jullie, daar het zo langzamerhand is tijd wordt. Hij is niet goed, hè? Is niet goed. Zo'n eerste zin die moet inslaan als een bom, dat ze meteen als ze hem openmaken, dat ze de schrik te pakken hebben. Wat dacht je van in naam der koningin? Huh? Bij de deurwaarder werkte dat perfect. Ja. Ga even denken. Doe het haakje erop. Hé, hey,
gezien. Aziatisch. Die zit even te denken. Wil je hem dan even gaan roepen? Meneer van der Loos wil hem spreken. Het is heel dringend. Ja, afknijpen. Ik denk dat het tijdverspilling is, meneer van der Loos. Ik weet dat een toneelstuk veel geld oplevert. En ik denk dat uw man niet alleen zijn toestemming geeft, maar dat hij nog meedoet ook. Nee, dat doet hij nooit. Toen hij daarnet stond zijn speech in dat zaaltje, heb ik eens goed op hem gelet. Hij is niet bepaald op zijn mondje gevallen, hè? Nee, dat mag je wel zeggen. Nou, en op een feestje ook altijd de eerste met een lampenkap op zijn hoofd. Vooraan in de polonaise, dat wel. Maar toneelspelen? Ik denk dat ik hem zover zal krijgen. Nou, ik wens u veel succes. Ik kan er beter niet bij blijven, maar ik zal voor u duimen. Tot straks. Meneer van der Loos. Meneer van der Loos, als het gaat over dat toneelstuk, vergeet het maar. Vergeet het maar. Maar dat is heel goed. Heel goed. Wat is heel goed? Hoe u binnenkomt. Hoe u dat zegt. U hebt uitstraling. Ik ken acteurs met jarenlange ervaring. Die maken niet zo'n mooie entree. Ja. Meent u dat, hè? Zou u me een plezier willen doen? En nog eens binnenkomen? En ook die tekst geven, hè? Met hetzelfde bewonderenswaardige naturel. Als ik u daar gelukkig mee kan maken. Meneer van der Loos. Als het gaat over dat toneelstuk, vergeet het maar. Vergeet het maar. Geweldig. Geweldig. Ik wist het. U hebt een geweldige aanwezigheid. En dan die stem. Hebt u gemerkt hoe die stem de hele ruimte vult? Oh, wat was de stem? Ik kan het bijna niet geloven dat u geen ervaring hebt. Nou, ik heb natuurlijk wel wat ervaring opgedaan met de oudejaarsrevue bij ons op de zaak. Ja, ik kwam op en de zaal lag meteen blauw. En toen had ik nog helemaal niks gezegd. Dat had ook te maken met die petticoat die je toen aan had. Ja. Als ik u een prachtige rol aanbied, zou dat geen enkele invloed hebben op uw beslissing? Geen enkele. Er moet toch een manier zijn om u te overtuigen? Nou, ik ben een ruimdenkend mens. Denkt u dat we er geld mee binnenhalen? Ongetwijfeld. Ik ben overtuigd. Daar zult u geen spijt van krijgen. Ik ga het onmiddellijk aan de dames vertellen. Meneer van der Loos, meneer van der Loos. Momentje. Meneer van der Loos. Als het over het toneelstuk gaat, vergeet het maar. Vergeet het maar. Wat maak jij nou? Nou, ik speel voor. Voor meneer van der Loos. De auditie zou aan het eind van de week. Nou ja, hey, gefeliciteerd. Zo. Misschien kom je wel op de televisie. Ah, schijtig uit, ik ben buschauffeur. Nou in. Tom Manders die was vroeger bordenwasser. En Toon Hermans is mijnwerker geweest. Oh, en Kees Brussen, hè, die speelde 2 weken geleden nog een buschauffeur. Zo. Moet je voorstellen, joh. Dan kan ik binnenkort tegen iedereen zeggen dat ik je ken, hè. Tenminste, als je nog met me wil praten, als je beroemd bent. Simon, je kent me toch, hè? Je weet wat ik altijd zeg. Blijf altijd bescheiden. Want dezelfde mensen die je ontmoet op de weg omhoog, kom je ook weer tegen op de weg omlaag. Zo, zeg je dat mooi, ja. Op de weg omhoog, op de weg omlaag. Gebeurt mij elke dag in de Rio. Je horen, we zijn uitverkocht vanavond. We hebben net de laatste kaartjes verkocht. Fantastisch. Er zullen er zelfs een paar moeten staan. Toen ze hoorden dat Willy van Hemert zou komen kijken, nou, toen vlogen die kaartjes weg. Wat aardig, hè, van meneer van der Loos om hem uit te nodigen. Nou. Ja, nog niet thuis? Ko van Dijk zou je bedoelen. Hij loopt al 3 weken lang te acteren. Ik was gisteren bij hem op de bus. Op een gegeven moment roept hij: doorlopen naar 8.
hoppera. Gaat hij gelijk op applaus zitten wachten? Arme Siem, hij laat niks merken, maar hij vindt het vreselijk dat hij niet mee mag spelen. Ja, het is jammer dat er geen rol voor hem was. Hij heeft echt zijn best gedaan. Hij wilde alles wel spelen, zelfs de keukenmeid. Ja. Maar daar had hij weer te lelijke knieën voor. Ik ben weer gekeerd, liefste. Zeg je zus geen gedag. Zus? Oh, hallo, zusje mijn. Veel geluk vanavond, ja. Dank je wel, zusje. Maar wij in het vak, wij zeggen toi, toi, toi. En bovendien, talent heeft geen geluk nodig. Als jullie mij nu willen verontschuldigen... Maar natuurlijk, Romeo. Je moet er toch niet aan denken dat hij succes heeft vanavond? Dan rijdt hij morgen regelrecht met de bus door naar Hilversum. Moet rennen. Ja. Tot vanavond. Dag, zus. Ja. Zeg, Nel. Jij hebt zeker wel gehoord dat Willy van Hemert in de zaal zit vanavond, hè? En weet jij waarom dat is? Hij gaat bij de VARA, vanwege het 35 jaar bestaan, gaat hij de Drie Stuivers opera regisseren op de tv. En nou zoekt hij nog een nieuw gezicht. Komt dat even goed uit? De Drie Stuivers heb je al. Ik weet niet of je het weet, maar Tom Manders is begonnen als bordenwasser en Toon Hermans is mijn werker geweest. Oh, maar ik kan me jou best voorstellen, hoor, als bordenwasser of als mijnwerker. Ik heb het je natuurlijk niet verteld, want ik ben een bescheiden mens. Maar meneer Van der Loos vertelde mij dat ik iets heb dat als het ware over het voetlicht heen zo de zaal ingaat. Dat mag je wel zeggen, ja. Mensen, mensen. Kees Dekker heeft de griep. Hij kan vanavond niet meedoen. Kees Dekker? En die hebt die belangrijke liefdescène. Hoe moet dat nou? Mag ik je even voorstellen? Simon Stokvis, toneelspeler, om u te dienen. Ja, maar jij kent Dekker zijn rol niet, Jan. Nee, maar Dekker zijn kostuum wel. Ik doe niet mee. Nou, zeg. Nee, je kan moeilijk van mij verwachten dat ik daar even een prachtrol neer ga zetten... als ik op het laatste moment een onervaren toneelspeler tegenover mij krijg. Nou, ja, ik ken die zinnen al bijna allemaal uit mijn hoofd, hoor. Nou, alleen de volgorde nog. Laten we die scène meteen even repeteren. Jij weet waar het over gaat? Jazeker, jazeker. Jaap is een steenrijke vent die alles op de wereld kan krijgen wat hij maar wil, behalve jou. En ik ben Diederik van Dam, een roekeloze jongeman zonder geld of zorgen. En jij wijst Jaap zijn aanzoek af om er met mij vandoor te kunnen gaan. Nou ja, dat gelooft toch geen mens? Ja, maar aan het einde van het stuk kom ik toch weer bij jou terug. Ja, moest er nog bijkomen van niet. Zo. Dan gaan we verder, jongens, met dat stuk dat jij mij een aanzoek doet, Jaap. Vlak voordat Diederik binnenkomt. Yes. Zo, ben je er klaar voor? Goed? Ja. Geertruida, wil je alles niet nog eens heroverwegen? Hendrik, je bent niet eerlijk. Toen ik zei dat ik langs zou komen, heb je me plechtig beloofd deze vraag niet te stellen. Maar ik begrijp je niet, Geertruida. Je zou alles kunnen krijgen wat je hartje begeert. Dit schitterende huis heb ik gebouwd alleen maar met jou in mijn gedachten. Deze Franse meubels, deze kunstschatten heb ik speciaal over laten komen voor jou uit Italië. Hendrik, alsjeblieft. Geertruida, kijk uit het raam. Je hoeft maar ja te zeggen en dit alles is van jou. Wat sta jij nou stom te lachen? Ja, een fietsenstalling en een sigarenzaak. Wat heb ze daar nou om? Die man is een ramp voor het vak. Ik scheid ermee uit. Ik heb geen zin. Siem, hou jij nou even op, hè? Jaap, we gaan verder. Vanavond première. We moeten nog even. Hendrik. Je bent een geweldige man en ik ben erg op je gesteld. Maar ik hou van Diederik. Ben je daar zeker van? Laat hem dan maar binnenkomen. Alsjeblieft, geen duel. Ik ben een vechter, Geertruida. Maar ik weet wanneer ik ben verslagen. Diederik, kom binnen.
Hendrik heeft zich erbij neergelegd. Diederik, je bent de gelukkigste man van de wereld. Je hebt een mooie vrouw, maak haar gelukkig. Geluk en liefde is alles dat ik haar kan bieden. Ik bezit nog een landgoed, nog een zeiljacht, nog een stal vol volbloedmurries. Dat is alles wat ik wilde horen. Volbloedmurries? Waar heb je het nou over? Hier, staat onderaan, volbloedmurries. Volbloedmurries! Oh, zeg het dan meteen? Nou ja, hoe kan ik dan met zo'n man op één toneel staan? Zie, ga jij naar boven om je tekst te leren. Okie doe. Ik word knettergek van die knaap. Wij gaan verder. Bij dat stuk dat ik bij jou terugkom. Ja? Oké. Okay. Ik zit hier in mijn eentje, ja? Mm-hmm. En jij komt in. Klop, klop. Hendrik. Geertruida. Hendrik. Geertruida, je bent terug. Ja, ik besefte plotseling dat ik van je hou. Ook al ben je rijk. Op deze woorden heb ik zo lang gewacht. Ondanks mijn bezittingen en mijn rijkdom was ik arm. Niets betekende iets voor mij. Nog mijn landgoed, nog mijn zeiljacht, nog mijn stal vol volbloedmuries. Nou zeg ik het zelf ook. Dan kom door hem. Stel je voor dat ik het vanavond ook zeg, dan maak ik hem af. Rustig nou, ja. Nel, bel van de Loos, maar ik ga niet op. Tenzij die een vervanger weet voor die eikel boven. Dan kan je je beste vriend toch niet aandoen? En bovendien, vanavond is het première. Oké. Oké. The show must go on. Als je dan maar weet dat ik het alleen doe voor mijn publiek... die veel geld hebben uitgegeven om mij te kunnen zien. Tuurlijk. Nou, maak geen ruzie met Siem voor de voorstelling. Word je alleen maar zenuwachtig van. Mensen, jullie moeten mij nog even helpen. Waarmee, Siem? Kijk eens naar me. Gezien? Ja. Nou, dit. Ja? Wat is mijn beste kant? Kijk, als we nou op de planken staan, hè, wil ik dat de toeschouwers naar mijn beste kant kijken. Laat ze dan je kont maar zien. Dank, dank, dank. Merci. 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 Binnen. Gefeliciteerd, Jaap. Bedankt, Niek. Als voorzitter van de Brulboeien wil ik je hartelijk danken. De voorstelling is een groot financieel succes. Ja, hoe vond je mij? Voor het eerste 7 jaar staan we niet meer rond. Nee, hoe vond je mij? Wat een goed idee was dat, joh. Jaap, we zouden elk jaar zo'n voorstelling moeten geven. Dan lopen we binnen. Ja. Ja, ja. Niek, luister. Jij zat naast Willy van Hemert, hè? Wat vond die van mijn spel? Jaap, meneer Van Hemert wil je spreken. Heb je even tijd? Natuurlijk. Ik ga hem even halen. Hoi, heb je dat gehoord? Weet je waarom Willy Van Hemert in de zaal zit? Die gaat op de televisie de Drie Stuivers opera regisseren. En heeft voor de hoofdrol nog een nieuw gezicht nodig en dan komt hij naar mij. Jaap, nogmaals gefeliciteerd en succes ermee. Hè? Bedankt, Niek. En ik beloof je één ding. Als ik straks het contract teken, laat ik daarin opnemen de clausule... dat ik elk jaar hier naartoe mag komen om in de toneelvoorstelling van de Kegelclub de hoofdrol te vervullen. Bedankt. Mac the Knife. Wil... Mag ik even voorstellen, Jaap Kooijman. Jaap, dit is meneer Willy van Hemert. Meneer Kooijman, ik heb van uw optreden genoten, hoor. Ik van u ook altijd. Ja, ja, ja. Ik zal u zeggen waarom ik hier ben. Ik ben namelijk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe televisieproductie... ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de VARA. Oh ja? Ja, de Drie Stuivers opera.
Ach, en nou ben ik op zoek naar iets speciaals. Een nieuw gezicht. Een gezicht wat het publiek nog niet kent. En nou denk ik dat ik dat nieuwe gezicht vanavond gevonden heb. Ja, Wil. Kijk. Ik heb 8 dagen opzegtermijn bij de bus, dus ik zou maandag kunnen beginnen. Is dat vroeg genoeg? Jaap, ik ben bang dat je het een beetje verkeerd begrijpt. Hoe bedoel je? Nou, kijk, meneer Van Hemert heeft het over Nelly. Nelly? Mijn Nelly? Ja. Zoals u natuurlijk weet is de vrouwelijke hoofdrol Polly Peachum. En uw vrouw heeft nu precies de juiste uitstraling. Dat naturel, hè, wat voor die rol onontbeerlijk is. Ik dacht dat het een goed idee zou zijn om eerst bij jou langs te gaan. Want als jij er enthousiast over bent, is het voor haar veel makkelijker om ja te zeggen. Ja, tuurlijk. Ja, voor de mannelijke hoofdrol hebben we Joop Doder er al. Ik vind het heel vervelend dat we u de verkeerde indruk hebben gegeven. Nee, dat is allemaal mijn eigen schuld. Ik ben buschauffeur, geen televisiester. Dat is de hele ellende vandaag de dag. Dat de mensen niet tevreden zijn met wat ze zijn, maar altijd wat anders willen wezen. Zegt u maar tegen Nel dat ik er voor 100% achter sta. Fantastisch van je, Jaap. Meneer Kooijman. Oh ja, ik wilde u nog iets vragen. U had op een gegeven moment een clause die ik niet helemaal begreep. Wat is een stal vol volbloedmurries? Oh, ja, nee. Nee, dat had moeten zijn volbloedmerries. Oh, dat ja. Ja, nou ja, dat kan de beste gebeuren, hè? Tot straks. Hé, hey, Jaap. Wat maak jij nou, man? Waarom ben je nog niet omgekleed? We staan met z'n allen op je te wachten. Hé, hey, we gaan lekker naar Klein Peking. Kom, zo gaan jullie me vast, Simon. Misschien je dan wel op en dan is het de bami koud. Hé? Hey? Oké, mensen, we gaan alvast. Ja, we wachten. Ja, jullie klaar? Kom op. Weet jij een goede zin? Jazeker. Klein Peking. Jaap, meneer Van Hemert is net bij me geweest. Hartstikke lief van je. Ik vind het geweldig voor je, Nel. Ik ben zo trots als een pauw. Ik heb nee gezegd. Wat? Ja, ik ben toch geen actrice? Maar je speelde geweldig. Je was heel naturel en zo. Weet je welke scène ze het mooiste van me vonden? Die als ik bij jou terugkom. Die liefdescène. Nogal logisch dat ik dat naturel speelde. Het was geen spel. Dat is gewoon wat ik voel. Ik hou van je. Schat. Je bent het einde.